Stefan, ik heb afgesproken met de directeuren van het bedrijf Ruben Robijn. Ja. Want die hebben iets bijzonders. En wellicht kunnen we met ze ruilen. Oh, wat is het dan? Ja, je ziet het vanzelf. Dag. Albert. Paul. Mijn goede vriend Stefan. Hoi, hey, dag Stefan. Hey. Ja, wij hebben contact gehad over de mail. Ja. Jij hebt iets bijzonders voor ons. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En we zijn heel benieuwd wat het is. Oh, dan ga ik je meenemen. Goed. Op avontuur. Je hebt de groothandel hier, of niet? Ja, wij verkopen mineralen en fossielen en edelstenen. Nou, aan wie verkoop je dat dan? Een New Age winkels, natuurwinkels. Ja, dat is wel mooi. En hoe kom je eraan? Dat kopen wij in de hele wereld. Dit komt uit Brazilië en Uruguay. Gewoon uit de mijn of zo haal je dat? Ja, dit is een rozenkwarts bijvoorbeeld. En dit wordt gebruikt voor... Ja, bijvoorbeeld. Of een hanger. Ja, mooi. Erg mooi. Nou, hier heb je die zakstenen. Dit werkt uitstekend als bijvoorbeeld als je hoofdpijn hebt. Daar geloven mensen in. Het werkt ook wel zo. Geloof jij dat ook? Ja. We hebben ongeveer 60.000 kettingen hangen. Wow. En hier heb je dan de trommelstenen. Je hebt allemaal stukjes en dat gooi je dan allemaal bij elkaar in de trommel met slijpmateriaal. En dat laten ze en dan twee of drie dagen. En dan krijg je dit soort vormen. Maar we komen nu in de buurt van onze verrassing. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk. Wow. Cool. Wat is dan het verhaal van dit schilderij? Het is in China geschilderd. Er hebben 17 schilders 11 maanden aangewerkt. En elke schilder die had zijn eigen specialiteit. Want er bleek ook een neusenschilder bij te zijn. Ja, hoe kom je erop? Die 17 die moesten dan nog ook leren om met elkaar samen te werken. En om toch een complete schilderij te krijgen. En heb jij een idee hoe goed het is? Hè? Als nou een Rembrandt-kenner hier komt kijken, staat hij dan te kijken en zegt hij zo? Dat is wel een goede replica. Of zegt hij van nou, jongens, nou, het is leuk. Het is... Hij gaat door voor een goede replica. Zijn er heel veel van dit soort replica? Of volgens mij is het de enige in de wereld. Ja, ja. En hoe kom jij eraan, Paul? Dit zat bij de inboedel. Dit zat, toen jij het bedrijf kocht, ja. Zat deze erbij? Ja, mijn voorganger, Ruben Masman, die heeft het toen laten maken. En wat bijzonder is... Het is ook het originele formaat, want toen Rembrandt de Nachtwacht had geschilderd, toen ging hij bij het Pluis op de Dam, kon hij niet naar binnen, hebben ze een stuk afgezaagd. Ja. Dus de Nachtwacht die in het Rijksmuseum hangt, ja. Dat is niet zoals Rembrandt hem bedoeld heeft. Deze wel. Kijk, hier kun je nog een beetje zien, Stefan. Wat er ontbrak in het origineel. Hier die bovenkant is eraf, hier die zijkant eraf. Albert, zou het zoveel waard zijn als het huis? Ja, dat weet ik ook niet, Stefan. Het is geen echte. Nee, ja, maar ja, Stefan, de echte is misschien een miljard euro waard. Ik denk dan, als het een goed gelukte replica is, de enige in zijn soort op originele grootte, dan is het toch wel een goed verhaal. En dan denk ik, dan kunnen we dan misschien wel iemand voor vinden. Misschien niet in Nederland, maar misschien wel in Arabië of in Japan of weet ik veel waar. Albert, je bent gelijk enthousiast. Ja, ik ben enthousiast, Stefan. Ja, ik zie jou twijfelen. Ja. Ik weet het niet. In het huis kan ik wel nog op vakantie. Ja, ja, in een schilderij kan je niet wonen. Nee. Nee, dat is waar. Maar dan word je ook geen miljonair. Kijk, dus je zal moeten halen. Ja. Dat is de opdracht. Maar waarmee? Ja, maar dat is de vraag. Ja. Wat zullen we doen dan, Albert? We nemen 2 weken de tijd. Ja, even onderzoek. We zoeken tot op de bodem uit. Ja. En dan komen we hem halen. Of niet. Of niet.